bij Vak TV aflevering nummer 19. Ja. 19. We hebben een gast, kom ik zo op terug. We hebben weer een vraag gekregen. Deze keer komt de vraag helemaal uit Zeeland van Laura uit Westkapelle. En Laura hoorde van iemand uit de vormgevingswereld het woord negatieve ruimte. En zij vraagt zich een beetje af, wat is dat nu negatieve ruimte? Ja, wij denken dat dat een vormgevingsvraag is. Wij zijn geen vormgever, ik tenminste niet. Joris probeert het af en toe een beetje. Maar we hebben hier een vormgeverskoningin van de opleiding staan. Dat is Davy de Hoon van de opleiding communicatie. Een zeer gewaardeerde collega en die gaat het uitleggen, toch? Ja. Okay. Davy, welkom. Yes. Vertel ons, negatieve ruimte. Kun je daar nog een positieve draai aan geven? Daar kun je zeker een positieve draai aan geven. Ja, negatieve ruimte, even heel kort gezegd, is de ruimte die zit om een hoofdobject, hoofdonderwerp in beeld. Dat kan in vormgeving, fotografie, architectuur... Zelfs in muziek zijn en het hoofdobject, zeg maar, in een beeld is dan dus de positieve ruimte. De ruimte eromheen, de negatieve ruimte. En daar kun je hele gave dingen mee doen. Oké. Okay. Heb je voorbeelden dan? Ik heb zeker voorbeelden. Bijvoorbeeld een heel oud voorbeeld wat je waarschijnlijk ooit op school wel hebt gezien. Optie Illusie, de vaas van Rubin. Oh, ja. En in de vaas van Rubin zie je in het midden een vaas. En de zijruimtes die vormen als het ware twee gezichten. En die zijruimtes, die je dus eigenlijk niet ziet, niet getekend zijn, want de vaas is getekend. Die zijruimtes, dat noemen we dus de negatieve ruimte. En de vaas zelf is de positieve ruimte. En de vaas zelf is het positieve object in dit beeld. En dat kan ook in fotografie. Stel je ziet een dier in de verte en je maakt er een mooie foto van. En je hebt bijvoorbeeld heel veel mooie lucht, zeg maar, eromheen. Dan is dat de negatieve ruimte. Dat kan bijvoorbeeld een bepaald gevoel oproepen, een sfeer. Misschien als je een hele donkere lucht gebruikt, dat het een hele donkere negatieve sfeer wordt. Okay. En in logo's bijvoorbeeld? Ja, logo's vormgeven kun je er helemaal gave dingen mee doen. Want onze hersenen die vullen dus die ruimte als het ware in. Mm-hmm. En dan kun je zelfs een soort van raadsels, puzzeltjes en verborgen boodschappen mee creëren in logo's. Als je het logo van FedEx kent, dan zie je bij het logo van FedEx tussen de E en de X. In het logo zit een lege ruimte en die vormt als het ware een pijl. FedEx, hè, vervoersspullen en daarmee kun je eigenlijk die vooruit gaan. Dan kan ik dus echt nooit meer een logo zien zonder die zonder pijl. Denk, ik ben bang ook van die. Ja, mooi is ook Formule 1. De meeste mensen zien die niet, maar bij Formule 1 logo, dan zie je de F, is er een lege ruimte en dan krijg je als het ware een beweging. En tussen dat element van die beweging en die F zit ook een loze ruimte, maar die vormt dus de E. Hey, en iemand, Joris heeft ook een keer iets proberen te designen. Op die spekbike. Zit daar nou nog negatieve ruimte ergens? Vooral heel veel positieve ruimte, maar de negatieve ruimte Beetje is een draai, in dit geval, ja, even voor de kijkers. Het hoofdobject is dus de vorm, de vorm die Joris heeft ontworpen. Wat in dit geval wit afgedrukt is en de negatieve ruimte is de zwarte ruimte die overblijft. Mm-hmm. En daar zou je soms iets... Zijn die dan ook negatieve ruimte? Dat is ook een negatieve ruimte, een tussenruimte. Het is diapositief gezet, dus dit is inderdaad het hoofdobject eigenlijk. En die zwarte letters, een negatieve ruimte. Kan ik me ademhalen? Ja, je moet weer... Heb je nog bijvoorbeeld voor wat jongere kijkers, een heel hip logo op dit moment? Ja, een hip logo. De jonge kijkers die kennen Beats van Dr. Dre wel. Mm-hmm. En dan is het logo bestaat uit een bolletje. Met wat de meeste mensen denken dat het een B is, maar het is eigenlijk ook een koptelefoontje. En die B is een mooi voorbeeld van een negatieve ruimte die, nou, als het ware, dus een cool object wordt. Soms word je eigenlijk helemaal gek, want dus dat negatieve stuk, die negatieve ruimte, wordt als het ware voor je gevoel gegeven dan het hoofdobject. Ja. Dus de positieve ruimte. Wow. Dan krijg je optische illusies. Interessant. Helder. Laura uit Westkapelle, we hopen dat je er wat aan hebt. Ik wel, jij volgens mij ook. Ik heb hier wat geleerd. Davy, hartstikke bedankt dat je dat even wilde toelichten, want daar zijn we blij mee. Heb jij nou ook een vraag dan verschijnt? Hier het antwoord, Het e-mailadres. Tom. Helemaal in de war zie je wel. Dus stuur vooral je vraag toe als je die hebt. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei.